Er zijn nog maar 4 verdachten over in het Zapp-mysterie. Ron, Maurice, Erik en Nienke. Eén van hen is de moordenaar van Tim Douwsma en Monique Smit. Wat begon als een leuk Zapp-feestje, eindigde in een drama op een hooiberg, ergens diep in het bos. De 10 Zappers besluiten met z'n allen vrijwillig om daar te blijven totdat ze weten wie de moordenaar is. Iedereen mee eens? De kordate manager van Tim en Monique, Katrien. Het is Katrien. Blijft ook in het bos. Voor haar een uitgelezen kans om te kijken of er geen artiest schuilt in een van onze Zappers. Stop maar! Het koppie heb je er wel voor, hè? Maar wat niemand weet, is dat ze door een onbekende persoon in de gaten worden gehouden. Waarom heeft hij ze naar de kluizenaar in het bos gelokt? Jetske van de BZT-show, Milushka en Nick van het Jeugdjournaal, Lex van Kinderen voor Kinderen en Lennart van Spangas hebben het bos mogen verlaten nadat zij bewezen hebben niet de moordenaar te zijn van Tim en Monique. Vorige week kon Evelien het bos verlaten. Uit de beelden van de flipcam van de Spangas-jongens bleek dat zij tijdens de fatale schoten op Tim en Monique boven in een boom zat. Nienke van het Klokhuis krijgt vlagen van herinneringen binnen. Zij is eerder op deze plek in het bos geweest. Toen was het een populaire jeugdherberg en de enge kluizenaar was toen de aardige oom Walter. Maar waar is zijn zoon gebleven? Papa, ik wil het weer goed maken. Wie heeft Tim en Monique vermoord? Dorian. Ik heb echt geen trek. Dus zonder Lennart, ik vind er geen bal meer aan. Ik wil naar huis. Is toch wat, hè? Ik ben de moordenaar van Tim en Monique sowieso niet. Dus één van jullie drieën moet het gewoon zijn. Ik vind het echt heftig. Tuurlijk, Nienke. Jij bent de moordenaar niet. Kun je dat bewijzen? Nee, dat dacht ik al. Waar is Katrien eigenlijk? Moet zij niet eten? Maurice. Oh ja, Katrien. Waar is Katrien eigenlijk? Nou, ik zag haar net het bos inlopen met Walter. Ja, ze wilde iets weten over konijnenhollen of zwijnensporen of zoiets. Jongens, we hebben genoeg. Als zal ik er nog even een blikje bij doen. Maar die Katrien, dat is toch ook raar. Dus heeft laatst haar tablet al aan de kant gegooid. Precies, ik mag niet eens meer voor de zingen. Nou, die frisse lucht doet er geen goed door. Nou ja, of juist wel. In ieder geval, ik ga even een rondje lopen. Nadenken. Mag ik jouw bord dan? Die is nog niet leeg. Ja. Sporen van een zwijn. Hier heeft hij aan zijn rug gekrapt. Er zijn er veel zwijnen in het bos. Het verschilt per seizoen. Vorig jaar waren het er erg veel en dan schiet ik er af en toe een paar neer. Uh-huh. Ja, anders raakt het bos te vol. Oh, dat vind ik nou zo stoer, hè. Schieten met een geweer. Zou je me dat een keer kunnen leren? Dat heb ik er vroeger zelf in gemaakt. Zo. En vanaf hier mogen jullie het zelf verder proberen. Maar ik vind het toch wel een beetje eng, hè? Dat hoort er toch een beetje bij, hè? Zo'n donkere dropping, eng. Jullie zijn toch stoere survivals, of niet? Maar help je ons dan niet? Nee, we moeten de weg zelf vinden, dat hoort bij de dropping. Hé, hey, succes! Kom, laten we die kant op lopen. Weet jij de weg dan? Nee, maar we kunnen hier toch niet blijven staan? Je linker oog moet je goed dichtknijpen. Uh-huh. Dan moet je goed richten. Uh-huh. Neem je tijd. En? Was het raak? Heb ik iets geschoten?
Nee, je hebt niets geraakt. Nee. Ach, al mag ik nog een keer? Ik vond het zo geweldig, zo stoer, zo'n geweer. Dan moet je toch dommerladen of zoiets. Hoe doe je dat? Jij brengt me op een idee. Ik wil niet meer, ik kan niet meer, ik heb het koud. Ik ben moe en dit is vet eng, ik wil naar huis. Maar ze lopen echt al uren. Zijn we niet verdwaald? We moeten wel weer gaan lopen, jongens. Als ze stil blijven zitten, krijg ik echt allemaal te koud. Het kan echt niet meer ver zijn, kom. Niet nu, Nienke. We gaan namelijk een spel doen. Kom mee. Een spel? Vindt u het nu echt tijd voor een spel? Ja, mijn hoofd staat helemaal niet naar een spel. Ik mis Lennart. Het is echt het laatste waar ik nu in heb. Ja, en ik wilde net een blik met witte bonen in tomaten. Ik vraag het nog één keer vriendelijk. Gaan wij een spelletje doen? Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. We gaan een schietspel doen. Eens kijken wie dat blik kan raken. Die twee blikken daar, die zijn toch wel leeg, mag ik hopen. Ik zou doodzonde vinden als daar lekker eten zou zitten. Ik hou eigenlijk helemaal niet van schieten. Nee, ik vind ook niks hoor. Nou jongens, Walt heeft al die tijd nog niks aan jullie gevraagd. Hè? Hij geeft jullie te eten, een slaapplaats. Het minste wat je kan doen is even dat geweer vasthouden. Ja, toch? Ja, jij eerst Ron. Ja. Ja, dat is even jammer. Nog een keer. Ja. Nou, weer mis. Dat ding heeft een afwijking. Als ik dichtbij sta, dan schiet ik altijd raak. Hoe kan dat nou? Nu jij, Erik. Zitten er echte kogels in? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Weet ik veel, Katrien, die zei dat er losse vlonders in zaten. Nee hoor. Nog maar een keer. Ja. Een stuk. Er komen geen kogels uit. Nooit geschoten op de kermis? Nee, ik haat schieten. Die hendel goed naar je toe halen. Dan weer terugbrengen. En dan komt de volgende kogel. Oké. Net mis. Nienke, wil jij ook even proberen? Ja, raak! Daar hebben jullie niet van terug, hè? Nou, collega, probeer mij maar eens te verslaan. Laden, richten, concentratie. Baas. Boven baas. Maar wat zegt dit nu eigenlijk? Want de moordenaar van Tim en Monique, dat hoeft helemaal geen goede schutter te zijn, want er is van dichtbij geschoten. Dat kan zelfs Ron zijn. Ja, lekker makkelijk zeg. Ja, Ron, het ligt toch wel heel erg voor de hand. Hoezo? Expres misschieten, zodat je niet verdacht lijkt. Ja, expres? Ja. Inderdaad. Van dichtbij kan iedereen raak schieten. Juist. Maar er is iets anders duidelijk geworden. Het ging er natuurlijk niet om of je goed kon schieten, of een blik kon raken. Maar denk eens na over hoe de moord is gegaan. Ja, dat weten we toch niet? We weten alleen dat er twee keer is geschoten. Ja, en dus?
dus is er geschoten, doorgeladen en opnieuw geschoten. Precies. En wie kon er niet doorladen? Een stuk. Ah, Erik. Hè? Jij kon niet doorladen. Maar dat betekent dat ik naar huis mag. Ah, die man is slim, hè? Nou, het lijkt erop dat de spoeling steeds dunner wordt. Ron, jij hebt Tim en Monique vermoord. Of Nienke, jij kan verantwoordelijk zijn voor de dood van Tim en Monique. Of Maurice, jij hebt de dood van Tim en Monique op je geweten. Ik ben heel erg benieuwd, maar niet benieuwd genoeg om hier te blijven. Ik ga er vandoor. Toedeledoki, hoi! Kijk, dit is het juiste pad. Dat loop je helemaal af, dan kom je op een grote pad, ga je rechtsaf en dan na een half uur lopen kom je weer op de parkeerplaats. Ja, bedankt. U heeft goed voor ons gezorgd. Wegwezen nu. Ophalen. Er zijn nog maar 3 verdachten over. 3. Wie van hen is de moordenaar? Wijs hem of haar nu aan op zetmysterie.nl. En als ik zeg nu, dan bedoel ik ook nu. Ik dacht, ik kom je even gezellig ophalen. Kun je gelijk even vertellen over die schattige eekhoorntjes die momenteel voor je deur zijn? Dus. Ik weet zeker dat ik hier als kind op kamp ben geweest en dat er tijdens die nachtelijke dropping iets gebeurd moet zijn. En het was de zoon van de kluizenaar, van oom Walter, die ons daar heeft achtergelaten. En nu komt het. Ik heb hem gezien. Die jongen. Ja, vanochtend. Hij dwaalt hier ergens rond. Jee, gaat het wel met je? Nou, we moeten die jongen dan vinden. We moeten dit mysterie gewoon oplossen. En ook meteen nu. Ron, kom op. Dus oh, even te eten. Kom op. Ja, nou kom op. Nou, we hoeven niet ver te zoeken. Daar is.